Zie je dit dan? Fantastisch toch? Vorige keer heb je kunnen zien hoe ik magnetische filters uitpakte. En vandaag gaan we kijken hoe ze in de praktijk werken. We zijn vandaag in het Nationaal Park De Wingerderveld, een gebied van Staatsbosbeheer. Enorm groot gebied, 37 vierkante kilometer groot. En heel veel mooie plekjes natuurlijk. Het weer is alleen niet zo best, het is heel erg bewolkt en regenachtig. Maar ik had toch even zin om erop uit te gaan. Dus we gaan even kijken of er toch een mooie plaat in zit vandaag. Beetje, dus even wachten tot de bui voorbij is en dan kunnen we hier een foto gaan maken. En ja, nu we toch aan het wachten zijn, kunnen we net voor even een printerbolletje gaan opeten. Volgens mij is het droog. Hier kunnen we een mooie compositie maken. Ik heb hier voor een paar oude boomstronken. Rechts een boomhaag van dennenbomen. Een stukje water. Een eenzame boom aan de linkerkant. Ik denk de perfecte compositie. Het enige wat natuurlijk een groot nadeel is vandaag is dat we geen mooi weer hebben. Dus het wordt een beetje een saaie foto qua lucht. Maar ik ga toch even proberen om er wat moois van te maken. Zo, het blijft maar regenen. Ik hoop dat het zo wel een beetje droger wordt, want dan kunnen we beginnen. Met die regen krijg je al de water op de filters en ja, dat heeft gewoon geen zin. Dan krijg je allemaal waterdruppels op je foto. Mijn camera staat nu goed. Ik heb een mooie compositie gemaakt. Ik heb een oude boomstronk die loopt van rechts naar links over de foto. En die dient als een soort kijkgeleiding. Mijn camera staat waterpas. Een beetje naar voren kantel, zodat ik een stukje van de voorgrond goed meekrijg. Want ja, de lucht is vandaag toch niet zo spannend, dus daar hoef ik niet zoveel van op de foto. Dus ik denk dat we nu filters kunnen gaan plaatsen, als het tenminste even wat droger wordt. Het blijft maar regenen, heel irritant. Het is natuurlijk echt een regenachtige dag ook. Ja, ik wil er wel even een foto maken natuurlijk. Ik zie dat hier links onderin mijn compositie nog het gras beweegt. Ja, dat wil ik natuurlijk niet op de foto hebben, dus ik leg zo mijn tas hier even op, zodat het mooi plat is. Dan zie ik in elk geval niet meer terug in mijn foto.
Het lijkt nu even droog, dus ik ga een poging wagen. Ik zet de filters erop. Zo, de houder met polarisatiefilter zit er nu op. Zoals ik de vorige keer uitlegde, dan moet je hem even aan de achterkant vastdraaien, zodat hij goed stevig erop zit. Ga ik nu even de polarisatiefilter stellen en kijken of het ook echt nodig is om een polarisatiefilter te gebruiken. Ik laat het polarisatiefilter erop zitten, want daarmee kan ik net het water wat donkerder maken. Omdat het nu midden op de dag is en dus veel lichter dan bijvoorbeeld bij een zonsondergang of bij een zonsopkomst, heb ik ook meer filters nodig. Dus naast het polarisatiefilter gebruik ik ook een 0,6D hardgrad en een 0,6D softgrad. De hardgrad heb ik iets lager geplaatst, zodat ik mooi onder de boomlijn hem kan afsnijden. En de softverloop heb ik iets hoger geplaatst, zodat de lucht wat donkerder wordt. Het blijft een uitdaging die regen. Als je afvraagt wat je op de achtergrond hoort, er loopt een hele kudde schapen hier voorbij. Die komen allemaal mijn kant op, dus het kan zijn dat ik zo midden in de schapen sta. Zie je dit dan? Fantastisch toch? Nou, zo maak je weer eens wat mee. De laatste schapen zijn weg. Kan ik jullie nog mooi even mijn bevindingen van vandaag vertellen. Want ik werk natuurlijk voor het eerst nu met het magnetisch filtersysteem in de praktijk. Ik moet zeggen, wat ik eigenlijk per ongeluk vandaag achter ben gekomen, is wat eigenlijk perfect is. Dat als het een beetje regent, zoals vandaag, dat er geen water tussen de filters komt. Omdat die filters natuurlijk allemaal heel dicht op elkaar zitten, drupt er geen water tussendoor. Dat had ik nog wel eens bij Lee, maar hier eigenlijk niet. Dus het voorste filter wordt wel nat, maar de filter daarachter niet. Dus ik kan elke keer gewoon heel makkelijk het voorste filter droog maken. En ja, dat scheelt gewoon veel tijd en werk. Nadeel blijft wel natuurlijk het bevestigen van de filter. Dat vind ik toch een beetje irritant, dat schroeven. En als je meerdere filters over elkaar heen plaatst en je wilt één filter daarvan verplaatsen, dan schuiven ze allemaal. Dat is toch ook wel een klein nadeel. Nu is het wel zo dat de achterste filter, dus het eerste filter wat je in de houderplaats vastgeschroefd kan worden door middel van een schroef. Dus die zit gewoon muurvast. Dus de tweede filter die ik nu bovenop heb zitten, die kan je gewoon verplaatsen zonder dat de achterste filter beweegt. Zou ik hier nu nog een filter opzetten, ja, dan beweegt wel de twee voorste filters. Dus dat is wel een klein nadeel. Dus eigenlijk zou ik dat nog wel graag verbeterd willen zien in een verbeterde versie van de houder. Dat de tweede filter ook vastgezet kan worden. Nu komt het natuurlijk niet zo heel vaak voor dat je met heel veel filters tegelijk werkt. Maar zo'n situatie als vandaag, dat het gewoon overdag is. Ik kan me voorstellen dat ik nu bijvoorbeeld nog een Lidl of een Wikstopper erop had willen plaatsen. Ja, en dan wordt het wel wat lastig met het schuiven. Maar goed, verder is het gewoon een heel mooi systeem. Dus ik denk eigenlijk wel dat ik hiermee blijf werken. Ik ga nog even mijn telelens erop zetten. Kijken of ik van die lonely boom hier achter mij ook nog een mooie foto kan maken. Ik denk dat ik hier in Dwingelderveld nog heel veel mooie foto's kan maken. Alleen voor vandaag houdt het een beetje op. Het is bewolkt, het blijft ook bewolkt. Dus een mooie zonsondergang zit er gewoon niet in. Dus ik moet het doen met de twee foto's die ik vandaag gemaakt heb. Die voeg ik natuurlijk even toe aan deze vlog. En wie weet kom ik hier in de toekomst nog een keer weer met hopelijk wat betere weersomstandigheden. Voor nu in elk geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.